Mijn naam is Dirk Breysink. Ik ben klinisch psycholoog al meer dan 30 jaar. Ik heb altijd gewerkt in de psychiatrische centra in Sleidingen op de afdeling voor mensen met psychotische problematieken en daarna op de afdeling voor dubbeldiagnose. Zeven jaar geleden heb ik samen met een collega Villa Voortman opgesteld of opgestart. Villa Voortman is een laagdrempelig ontmoetingshuis. Ik ga er direct iets over vertellen, maar de noodzaak om Villa Voortman op te richten kwam vanuit het feit dat ik merkte dat heel wat mensen, vooral mensen met een dubbeldiagnoseproblematiek, de weg niet meer vonden naar de kliniek of er ook niet meer welkom waren. Dit heeft voornamelijk te maken met de grote eis van effectiviteit, van de vermarkting van de zorg, de vermaatschappelijking van de zorg ook een beetje. Wat maakt dat alles moet meetbaar zijn, kwalificeerbaar zijn en dat kortdurende behandelingen, gemedicaliseerd door de farmacologie ondersteund, veel lucratiever zijn dan problematieken die langdurige zorg vereisen. Vandaar was er een noodzaak om het oprichten van een laagdrempelig ontmoetingshuis. Dat is Villa Voortman, dat is een huis in de stad Gent, in het gebied van verschillende probleemwijken, waar wij dagelijks de mensen ontvangen. Hoe gaan we dus nu aan de slag in Villa Voortman? We gaan dus die groep van mensen voornamelijk op ons oprichten, die eigenlijk weinig mogelijkheden heeft, die verslaafd is aan voornamelijk illegale producten, die psychotisch zijn, maar die ook in heel veel gevallen dakloos zijn, die laag sociaal status hebben, heel weinig netwerken buiten de peergroep, die ook justitieel problemen hebben, interneringsstatuten, collocatiestatuten en dergelijke. En wat ze allemaal delen is eigenlijk een heel grote onmacht. Ze zijn vertrouwen kwijt in de reguliere hulpverlening. En ook de hulpverlening zelf heeft soms ook een beetje gehad met die mensen. Ze worden soms genoemd zorgwekkende zorgvermijders, wat ook al eenrichtingsverkeer is, want wij zijn evenzeer verantwoordelijk voor het lot van deze mensen. Wat gaan we dus nu doen in Villa Voortman? We gaan in de eerste plaats een asielfunctie aanbieden, een warme plek waar men zich welkom is, waar dingen kunnen ontstaan, waar niks verplicht is, waar ateliers zijn, voornamelijk gegeven door de mensen zelf, door kunstenaars of door een aantal professionelen. De kracht is de horizontaliteit, de gelijkwaardigheid, het respect dat voornamelijk gegeven wordt. Er zijn maar twee regels, geen gebruik en geen geweld, van daaruit ontstaat. Eigenlijk terug een link, wij proberen ook voornamelijk te destigmatiseren wanneer mensen binnenkomen en zeggen ik ben paranoïde schizofreen gedistanceerd, oké, maar wat is uw kracht? Empowerment, die concepten gaan we werken, dan gaan we aan de slag. En langzaam maar zeker zijn we bezig met die mensen te ontlabelen, die ticketjes weg te pakken, waardoor er iets anders ontstaat. Maar daarover kan u heel veel te weten komen als u kijkt naar villavoortman.be, onze link, en daar staan ook heel veel teksten op en zo. Misschien ter afsluiting vertel ik altijd het verhaaltje van de kleine prins en de vos. Dat was een verplichte literatuur in het middelbaar, helaas voor heel veel jonge mensen niet meer. Het was een fantastisch werkje over een vreemd kereltje dat op verschillende planeten komt, waar verschillende typen, archetypen zitten. De zakenman met zijn geld zitten tellen, de koning zonder onderdanen, de lantaarnmaker, de dronkaard. En hij komt op een gegeven moment op een plek waar er een stemmetje zegt van stop, niet dichterbij komen, ik ben een vos, ik ben wild, je moet mij temmen. Oké, zegt de kleine prins, hoe doe ik dat? Door elke dag dichterbij te komen en met mij te praten. En langzaam maar zeker zal er een band ontstaan en zal ik op een gegeven moment u vertrouwen en zal ik nu komen spelen, uit de struiken komen. Dus, oké, zegt de kleine prins, ik wil dat wel doen voor u, maar ja, ik heb ook niet zoveel tijd. Eén keer als jij getemd bent, dan zal ik terug naar een volgende planeet moeten gaan. Wat gaat er dan gebeuren? Ja, dan ga ik heel veel verdriet hebben. Dan ga ik een beetje een rouwproces hebben dat jij er niet meer bent, zegt die vos. Ja, maar wat zin heeft het dan dat ik u moet temmen? Want wat is temmen? Dat is créer de lien, een band maken, een verbinding maken. Ah, zegt die vos. Nu is het koren geel, de lucht is blauw, maar ik eet geen koren, ik eet alleen kippen. Dus ik vind dat eigenlijk maar dwaas, dat koren. En de lucht zegt me ook niks, ik ben geen vogel. Maar als jij hier niet meer bent, dan zal ik naar de lucht kijken, dan zal ik aan uw blauwe ogen denken. Dan zal ik naar de koren kijken, dan denk ik aan uw blond haar. En dan ben ik terug verbonden met u en dan heb ik eigenlijk een verlangen. Dus daarover gaat het, wat ik bij Villa Voortman doe. We gaan heel langzamerhand een band opbouwen met die mensen die het vertrouwen kwijt zijn in de hulpverlening. We krijgen
krijgen ook tijd, dat is het voordeel, dat een band over jaren kan gaan en die op dat moment moet gebeuren in dat gesprek, in die consultatie. En langzaam maar zeker ontstaat er terug een burger met mogelijkheden en met verbondenheid in de samenleving, waar ze lange tijd zijn uitgesloten. Dus Villa Voortman werkt zeer horizontaal, niet verticaal. De hiërarchie is vervangen door een horizontaliteit waar iedereen gelijkwaardig is, waar iedereen verantwoordelijk is voor de menselijke waardigheid opnieuw te herstellen of te bewaken. Dat wil zeggen dat je in Villa Voortman komt, dat je niet weet wie er betaald is, wie er stagiair is, wie er vrijwilliger is, wie er bezoeker is. Want we noemen onze mensen ook geen patiënten of cliënten, maar bezoekers. We zijn allemaal bezoekers, we zijn allemaal verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van Villa Voortman. Zo geven heel wat van onze bezoekers ook ateliers, zijn er heel wat van onze bezoekers die niet meewerken. En wat maakt dat het... Die gelijkwaardigheid is dat dat ook heel sterk werkt. We zijn allemaal verantwoordelijk. Het is eigenlijk een beetje minimaal structuur, maximale verantwoordelijkheid. Gelijkwaardigheid, participatie, overleg en destigmatisering. En dat leidt tot verbondenheid en tot terugkeer naar de samenleving waaruit men is een beetje uitgestoten. Er zijn ook maar twee regels, geen gebruik en geen geweld. In het begin was dat een beetje moeilijk om dat te handhaven. Maar eenmaal die cultuur ontstaan is, bewaken de mensen zelf die regels. En zien zij het belang daarvan in. En als iemand terug eventjes onder invloed binnenkomt, dan wordt die vriendelijk gevraagd van de volgende dag terug clean te komen. En dit werkt wel ook. Dit is vooral, denk ik, omdat je die horizontaliteit hebt, die kracht hebt, en niet van verticaal uit hiërarchisch iets oplegt, maar dat iedereen... op zijn verantwoordelijkheid, brengt met zijn verantwoordelijkheid, met zijn kracht. En ik geloof heel sterk dat dit systeem wel kan werken in de toekomst voor heel wat sociale organisaties. Het voordeel van Villa Voortman is ook dat wij een heel open huis zijn, wat maakt dat mensen binnen en buiten kunnen gaan. En dit maakt ook dat er heel weinig agressieve incidenten zijn. Hoewel er toch wel soms zware jongens aanwezig zijn, of mensen die ook heel wat meegemaakt hebben. Maar het feit dat er va-et-vient is, dat er een openheid is, maakt ook dat het niet noodzakelijk is dat er agressie ontstaat. Op het moment dat iemand zich te gespannen voelt, of wilt gaan gebruiken, gaat hij naar huis, komt hij de volgende dag terug. Op het moment dat iemand zich angstig voelt of gespannen voelt, gaat hij naar buiten en komt hij ook terug. Fight or flight, in de psychiatrie krijg je de kans niet om buiten te gaan. En als je niet meer kunt vluchten, dan vecht je. Dus het maakt eigenlijk dat wij heel relatief weinig, voor toch de menselijk kwetsbare populatie die aanwezig is, heel weinig agressieve incidenten hebben, of acting outs, zoals dat noemen in psychiatrie. Je moet natuurlijk ook, als je werkt met verslavingen, weten dat verslavingen ook maar... of dat de behandeling pas start als de persoon zelf ook een stukje wil veranderen. En onder dwang lukt dat helemaal niet. Het feit dat mensen naar huis gaan en nog gebruiken, is eigenlijk hun keuze, hun zaak, hun verantwoordelijkheid en niet de verantwoordelijkheid van de hulpverlener. Als je daarop begint te werken en ze gaat achtervolgen wat ze ook thuis gaan doen, dan wordt het heel moeilijk met die groep van mensen. Dus je moet dat ook een beetje kunnen loslaten en weten dat mensen 's avonds gebruiken, soms, in mindere mate, maar toch ook wel. Maar vroeg of laat ontstaat er wel een band en dan komt het gebruik wel te berden, op het moment dat zij het willen en dat zij hulp van vragen. En wij moeten dat kunnen een beetje verdragen, ook een beetje loslaten, anders werkt dit niet. En een jonge kerel hebt een zoon van 16 jaar die een eerste opname heeft, natuurlijk, dan moet hij door een behandelingsmodel gaan. Maar die groep van mensen heeft zodanig parcours afgelegd, is zodanig al uitgespuwd, dat het begint met gewoon asiel te geven, plek te geven, warme plek te geven, respect te geven, niet veroordeeld te zijn, niet destigmatiseerd te zijn. En dan komt er wel iets. En als je lang genoeg contact hebt, aanhoudend contact hebt met dat trieste wezentje, volgeplakt met diagnostische etiketten, dan ontstaat er op een duur een mens met een verhaal, met een verleden, met toekomst, met wensen, met verlangens, met dromen. En dan zijn we vertrokken. En dat is, proberen we dag op dag opnieuw te doen. Dag op dag ook onszelf in vraag te stellen. Want op het moment dat we denken dat we het warm water hebben uitgevonden, dat we zijn, dan gaat het terug een beetje in slaap vallen en dan krijg je terug de
institutie-effect. En ik denk dat het heel belangrijk is van juist je continu elke dag te bevragen, te laten verontwaardigen, te verwonderen en bezig te zijn met telkens opnieuw. Ja. Ik ben heel blij dat Villa Voortman, dat wij zo heel veel exposure krijgen van heel veel klinieken en heel veel maatschappelijke werkers, scholen, universiteiten. We hebben ook een sterke verbondenheid met academici, ook wat teksten uitgegeven. Wat maakt dat ze ons ook serieus nemen. En ik zie nu ook dat er een aantal mensen bezig zijn in Vlaanderen, in Turnhout is men bezig met een soort van Villa Voortman op te richten. De Nomaden in Antwerpen start volgende week op, dat ook een beetje in die richting zijn. Dus ik denk dat de toekomst aan de ontmoetingshuizen is, want wij hebben in Gent heel veel ingezet op artikel 107, de vermaatschappelijk in de uitbouw van de psychiatrie, wat op zich een zeer goede zaak is. Inclusie is een heel belangrijk concept, dat moest al veel langer gebeuren. Maar dat is niet omdat we nu zo humaan zijn, eerlijk gezegd. Dat is eigenlijk een beetje omdat de residentiële opvang heel veel geld kost. Vandaar dat men is beginnen afbouwen, eindelijk. Goede zaken, kunnen van maar profiteren. Maar dan is het ook zeer belangrijk dat je dezelfde middelen geeft aan de afbouw. Anders krijg je de miserie van de instelling die zich verplaatst naar miserie op straat. Dus alles wat je afbouwt in psychiatrie, moet je zorgen dat je daar insteekt in de vermaatschappelijking. Gent heeft vooral ingezet op de mobiele equipes. Er zijn heel veel mobiele equipes en die doen een fantastisch werk. Maar, zoals heel veel van onze bezoekers zeggen, mobiele equipes zijn prachtig, komen aan huis, desnoods in uw kraakpand. Maar het is maar één keer per dag in crisis en één keer per week, als het niet in crisis zit, dan zit je toch nog 23 uur van de dag alleen naar uw stemmen te luisteren, naar uw angst te luisteren. Dus ook nood aan huizen waar mensen kunnen socialiseren. En daarom denk ik dat het heel belangrijk is, buiten de mobiele kippers, dat er ontmoetingshuizen komen waar mensen terug de verbinding kunnen maken met elkaar, met de samenleving. En daarom denk ik dat de toekomst heel belangrijk zal zijn, dat er meer ontmoetingshuizen ontstaan die de link maken tussen de maatschappij en de man die, of de mens die uit de maatschappij verstoten is. Ik denk dat dat ook onze taak is, onze verantwoordelijkheid is als maatschappij, want uiteindelijk hebben we ook een stukje verantwoordelijkheid daarvoor. Het zou schuldig verzuim zijn, denk ik in juridische termen, dat je een kwetsbare medemens in nood aan zijn lot overlaat.